418.7 Rouwverwerking. De voor mij meest intrigerende afdeling in de bibliotheek. Ik pakte een boek en ik las: niets is zo persoonlijk als verdriet, maar niets is zo herkenbaar. Naar deze zin was ik de hele zomer op zoek geweest. Ik schreef 2 subsidieaanvragen om voor mezelf een werkperiode te realiseren. Maar ik miste. Had ik de zin maar gehad. Jaren terug stelde ik: het universele, dat voor iedereen geldt, ligt verstopt in het alledaagse. In het zetten van een kop thee of het wachten bij de bushalte. Hier koppelde ik onze omgang met spullen aan, die ons in het alledaagse vergezellen. Maar ik miste. Het moment waarop dingen die onbelangrijk zijn, echt onbelangrijk zijn. Naïviteit is een valkuil. Het zijn niet de gewoontes die ons binden, maar juist waarin we verschillen, stelde ik later. In Het is jij of ik ging ik op zoek naar wie we zijn als we alle facetten van onze identiteit achterwege laten. Ik zette de ik-persoon en jij-persoon in het boek tegenover elkaar. Als we alles laten vallen wat ons maakt wie we zijn, zijn we dan hetzelfde? Is dan het bestaan van de radicaal ander opgeheven? Zullen we dan versmelten? Wat blijft er dan nog van ons over? Jij en ik stuiten in het boek op veel weerstand, miscommunicatie, gebrek aan context en inlevingsvermogen. Niet alle verdrietige mensen huilen. Voor iedereen is de diepte anders diep. Maar iedereen kan breken. Ik stel nu, in verlies zijn wij gelijk. In het verdriet ervan en in de angst ervoor. Maar wachten we nu tot jij breekt om dat ook te beseffen?